de beweging moet exact tegelijkertijd zijn. Want anders dan krijgen we dat het 1, 2, 3, 1, 2, 3. En dan wordt het slordig, om het zo maar te zeggen. We hebben een voorstelling gemaakt over discriminatie op de werkvloer. Naar aanleiding van een organisatie waar dat heel erg speelt. Die heel erg gegroeid is de laatste jaren. Waar veel mensen met verschillende etnische achtergrond terecht zijn gekomen. En dat loopt niet altijd even makkelijk. Kijk, ik zei de hele tijd, je kan wel denken dat het goed gaat. Maar weet wel dat een organisatie is ook een footprint van de samenleving. Dus daar heb je ook mensen, linkse mensen, rechtse mensen. Ik werk in organisaties waar het niet goed gaat. De onderlinge communicatie, waar mensen ruzie hebben. God mag weten waarom. Dat is eigenlijk mijn vak, dat de laatste jaren. Maar ik ben sinds een paar jaar weer begonnen met voorstellingen te maken. En daar is deze voorstelling er één van. Iedereen die binnen deze organisatie werkt, weet dat wij hele duidelijke afspraken hebben gemaakt over discriminatie. En die afspraken zijn heel simpel. Dit doen wij niet. Ja, maar ze doen het wel. Maar het mag niet. Maar ze kunnen het ook. Ja, maar dat gaat ze niet meer lukken. Oh, nou, wat jij vraagt, dat kan gewoon niet. Want elke keer als jij denkt weten hebben dat je dus iemand kan ontslaan vanwege discriminatie, loop ook jij tegen de regels van deze organisatie aan. De voorstelling die we doen gaat eigenlijk over bepaalde situaties die mensen op het werk kunnen meemaken wat betreft inclusiviteit. Soms kan racisme heel erg openlijk zijn, maar soms bijvoorbeeld als we hebben over institutioneel racisme of bijvoorbeeld racisme wat is ingebakken in taal of in bepaalde situaties, is het niet heel erg on the surface. Dus je ziet niet open en bloot, dat is racisme. En eigenlijk is het belangrijk om juist dat soort racisme of dat soort buitensluiting van bepaalde groepen, om dat meer naar de service toe te brengen. Ik ga Masumi, aangenaam. Ik kom solliciteren. Toen ik uw advertentie zag op Jobnet, dacht ik, oh wauw, deze baan is echt wat voor mij. Ja, eigenlijk geven we niet echt antwoorden. We geven eigenlijk ook helemaal geen conclusie, besef ik me nu. Maar het is meer dat je het aanstipt en aankaart en het bespreekbaar maakt. Oh ja, mijn enige minpunt zou denk ik zijn dat ik soms te hard werk. Hoe lang ik al mijn hoofddoek draag, of ik wel eens gediscrimineerd word en wat ik daarom doe, of ik uitgenodigd ben, of ik wel een toegewijde moeder ben. Daar gaan we misschien ook nog wel wat mee doen. Er zijn Michael en ik al van spinnen, maar ik loop even met Michael mee gewoon nu. Ik vind het best wel interessant om met Arie te werken, want hij staat er precies tussenin. Hè. Hij regisseert het aan de ene kant en tegelijkertijd werkt hij ook als een soort mediator en als een soort coach en met de mensen. Dus het is wel heel tof, want aan de ene kant krijg je ook die informatie mee waar je dan ook weer als acteur mee aan het werk gaat. Nou ja, we halen ook letterlijk voorbeelden aan uit interviews en gesprekken die we hebben gevoerd. Ik denk dat mensen die komen kijken ook echt wel een paar dingen herkennen. Misschien ook dingen herkennen die ze zelf hebben gedaan. Hoe pijnlijk het ook misschien is, maar dat ze het wel, dat je het eigenlijk bespreekbaar kan maken. Je hoopt gewoon dat mensen dat zelf tot de conclusie komen of zelf tot inkeer komen. Ik denk dat de kracht juist is doordat je open blijft, dat je dan zelf een conclusie kan trekken. Ach, let go. We doen een trailer, dan zijn er workshops over verschillende thema's. Ik hoop dat het meedoen aan die workshop, dat mensen onderling dan ook met elkaar gaan praten over dat onderwerpje, wat gerelateerd is aan inclusief werken. Daarmee, als we de voorstelling hebben, komen mensen met klote performances, maar dat zijn vooral stukjes die voorgelezen worden of een beweging, waardoor je veel meer betrokken bent met het geheel, dat je zelf onderdeel bent en niet alleen maar kijkt. Dat vind ik, dat hebben we een paar keer uitgeprobeerd, dat werkt als een trein. Heb je nou weer die opdracht niet af? Ja, maar ik ben er wel. Agressie? Dit is pas agressie. Au!
Ik denk dat het voor het publiek ook fijn is om te zien dat het niet altijd goed is om frustraties of wat dan ook, om dat maar hier te gaan houden. Ik krijg alleen maar burn-outs van. Zo nu en dan lekker een scheldkanonade of na je werk naar een bokzak te gaan en te tegenaan slaan en stoten of wat dan ook. Prima, haal het uit je systeem. Ja. Liever eruit dan erin. Ik zie groepjesvorming bij de lunch. Als jij ergens gaat solliciteren en je maakt je zorgen over wie je bent en dat je het gevoel hebt dat je aangesproken gaat worden op je identiteit, dat je helemaal op hol kan slaan. Dat je allemaal dingen gaat zeggen en roepen en heel zorgvuldig en ta-ta-ta-ta, zonder überhaupt nog op te letten waar je zit. En dat het eigenlijk heel triest is. En jammer. Ja, het hoofd van de afdeling Marcom is natuurlijk wel een man. Erik. Maar Erik is een van mijn favoriete mannen, hoor. Ja. Ik merkte dat ik een bepaald soort dynamiek miste. De hele tijd mijn acteur die babbelt en praat en doet. Ik vind dat er wat meer te zien moet zijn en dat er ook gewoon een bepaald soort dynamiek moet zien en een soort vervreemding die je met een danser kan toevoegen dan als je met twee acteurs zit. Een succesvolle zwarte vrouw. Mijn spiegelbeeld laat een leeg omhulsel van een vermoeide vrouw zien. Ik denk dat we allemaal wel kennen dat als je ergens komt waar je je niet op je gemak voelt en niet gekend voelt, dat dat hele verkeerde dingen bij jou in beweging zet. En dat speelt ze echt waanzinnig goed uit, vind ik. Wat gebeurt er met de geschiedenissen van alle mensen die niet in dit land geboren zijn? We fantaseren erover hoe het zou zijn in de toekomst, als dit helemaal geen issue meer zou zijn überhaupt. Dus dat woorden als inclusiviteit en diversiteit en multiculturele samenleving of afkomst of geloof, dat eigenlijk geen woorden meer zijn die ertoe doen, maar dat het oude woorden zijn geworden of lege doelen zijn. Dus het is zeker wel een essentieel onderdeel van de voorstelling. Deze notitie is alleen bedoeld. Ik vind, neem in godsnaam de moeite om te luisteren hoe dingen voor iemand gaan en van waaruit je komt. Dat is echt een beetje mijn eigen kruisweg die ik in mijn leven loop. Doe dit. Omdat ik weet dat als mensen dat doen, dat het samenwerken en mijns inziens ook samenleven beter gaat.